Hey kijkers van DDG, welkom bij een nieuwe aflevering van Community Craft. Aan de ruis kun je al horen dat ik met iemand anders op Skype zit voor een opname. Maar we beginnen eventjes met de 10.000 like stelling, zoals ik het al een paar keer doe. Jullie zeiden dat moet je aan het begin doen, nou dan doen we het aan het begin. Het is heel simpel, op deze bordjes boven in mijn huis staat, bij 10.000 likes na één dag doe ik een Skype call met een van jullie. Wil je dat dus eigenlijk in de volgende aflevering komen? Zoals je merkt, vandaag geen Skype call, want het is een YouTuber. Want we hadden 9.000 likes gehaald en ja, dat is net geen 10.000 en ik moet eerlijk zijn. Dan kunnen jullie dat. Dat is de goldprijs die jullie kunnen krijgen hier dus. 10.000 likes op de vorige aflevering. Maar als je 50.000 views op 2 video's in een week hebt, dan geef ik een Minecraft-account weg. Dat is de Emerald Hero. Die hebben we al gehaald deze week. Dus ik geef aan het eind van de week een Minecraft-account weg. Goed zo, jongens. En blijf gewoon lekker kijken en blijf hem delen. Want volgende week gewoon weer. En deze, ja, dit is de Diamond Editie. Ik weet niet of we hem ooit gaan halen, maar als we hem gaan halen is het fucking vet. Als jullie een maand lang 100.000 weergaven halen en 15.000 likes op Community Craft, dat zijn dus zo'n 25 à 30 video's, want ik sla heel soms een dagje over, dan ga ik 5 van jullie uitnodigen hier bij mij thuis en gaan we een hele dag lekker samen gamen. Fucking vet. Dat is in januari dat we ermee gaan beginnen. Dus jullie hebben nog 2 weken om alles te bekijken. Weet je wat we doen? We doen eens een keer voor de verandering hier in beeld. Daar, je kan erop klikken. De playlist van Community Craft. En ik zeg, ik klik erop en bekijk alle afleveringen en deel het. En zorg gewoon met z'n allen dat jullie dat halen. Goed, dat was hem. 10.000 likes dus jongens, graag. Dan heb ik weer wat te doen. Vanavond kan ik weer met een van jullie bellen. Hoi Kai. Hoi David. Ja man, ik was even met mijn introductie bezig, sorry. Geen probleem. Jullie kunnen je waarschijnlijk nog wel die epische aflevering over de roze tunnel herinneren. Nou, die komt dus van deze man af. Hallo. Die man met zijn mooie schoenen. Dat is echt verschrikkelijk, Kai. Waar de fuck zaten we met ons hoofd, man? Ik heb geen idee, man. Het was roze, laat. De roze tunnel. Laat ik zo zeggen, sinds jij aan de andere kant van de roze tunnel bent gaan wonen, hoeveel mensen zijn al vieshard door die tunnel gegaan inmiddels? Ik denk dat er bedoel je in opnames of echt qua realistische aantallen? Ja, gewoon in realistische aantallen. Ik denk dat er wel een stuk of 6 echt zwaar hard door de roze tunnel zijn gedouwd. Godverdamme, en dat heb jij, omdat je dus tegenover woont, moet jij dat allemaal zien? Ja, naar. Ja, het is eigenlijk gewoon gratis porno. Is die tunnel al breder geworden inmiddels of niet? Volgens mij is er nu een tijdje al niemand doorheen gekomen, dus hij is weer een beetje gewoon bijgetrokken. Ik zie zo dat die tunnel er momenteel wel klaar voor is, zie je dat? Ja, hij is er echt helemaal klaar voor. Een beetje water erbij en zo. Ja, wil je hem samen door de natte tunnel? Nee, dat vind ik echt. Je bent wel mijn bro, maar we gaan niet samen door één tunnel tegelijk. Op één manier mogen we elkaar maar aanraken, hè? Dat weet je. Dat is de bro-code gewoon, en dat is door high fives te geven. Oké, ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar. Oké, 3, 2, 1. Dude, come on! What the fuck? Nou, we kunnen het echt heel erg slecht. Anyway, vandaag wou ik eigenlijk even iets gaan proberen. Heb jij deze dingen toevallig? Want ik ben helemaal into potions momenteel. Ik ben mezelf altijd een beetje aan het leren. Waar de hel zijn die dingen? Oh, ik heb ze in mijn inventory. Kijk, deze dingen. Heb jij die? Wat is dat? Het is een nether ward. Nee man, dat heb ik echt niet. Hoe moet ik daar nou weer aankomen? Nou, het blijkt zo te zijn namelijk dat als jij nether wards plaatst in soul sand, ja, dan groeien ze. Alleen mijn punt is, ik heb hier nou 48 van die dingen. Ja. En ik heb geen soul sand, dus dat moeten we eerst even halen. Maar stel je hebt 48 en ik plant zo'n ding, hoezo wordt het dan meer? Ik snap het echt niet. Dat snap ik ook niet. Nee, ik vind het maar fucking bullshit. Dus, nou, er komt zaad uit toch? Is dat zo? Ja, dit is het zaad van de Nether Ward. Wat je nu in je hand hebt. Oh. Misschien als je het plant in een roze tunnel. Nee. Jongen. Nou, we gaan gewoon even kijken waar we soul sand kunnen halen, denk ik. Hop. Is dat hier zo in? Ja, is in een Nether. Want ja, zoals het nou aan toe gaat, blijft er steeds minder over. Elke keer als ik een poosje maak, heb ik zo'n ding minder, zeg maar. Ja. Oké, waar de hel gaan we dat vinden? Waar blijf je? Ik ben er al doorheen. Oh, hier. Ik zie alleen. Hier. Oh. Ja. Ik weet niet. We moeten gewoon soul sand hebben. Dus waar gaan we dat vinden? Ik volg jou. Trouwens, heel chill dat je gewoon aan het begin van die opname zegt, ja, je ziet al aan de ruis. Volgens mij, in elke Skycall met elke YouTuber waar ik nu kom, een groepsgesprek of zo met David, dan is het echt gewoon, ik kom de Skycall binnen, ik zeg niks, is dan hoi Kai. Ja, maar jouw microfoon is oké. Alleen jouw PC niet, schijnbaar of zo.
Ja, met mijn cooler is niet oké. Maar haal dan een fucking nieuwe cooler, ouwe. Ja, ik snap dat niet, David. Ik snap niet hoe je zo'n ding erop moet zetten. Maar... Ik snap niet. Oh, je hebt hem al wel? Nee, ook niet. Oh, okay. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik moet kopen. Of het wel past op mijn CPU of zo. Ja, daar heb ik iemand voor nodig. Oké, okay, nou, Pieter kan dat heel goed. Er zijn zat mensen die een cooler kunnen installeren. En het is voor je kijker echt 5 keer beter gewoon. Klopt. Leeft Dan Arkje eigenlijk nog? Oh, die wou je het laten doen? Dat weet ik niet hoor. Nou, hij heeft toch onwijs veel verstand van PC's? Hij heeft er wel verstand van, maar of die onwijs vindt, dat weet ik niet. Oh. Dat vind ik nogal een bold statement wat je daar maakt. Kijk, ik zie hier Nether Sand, zie je dat? Nee, dat is grind. Nee, dat is gravel. What the fuck, dat hoort hier helemaal niet te spannen. What the F? Oké. Okay. Hey, heb jij eten voor mij? Ja, ik heb wel wat. Zo. Ik moet niet de craft met David opnemen, omdat hij me altijd gratis shit geeft. Oh, oké. Okay. Die zit. Ik heb nou in één keer geen zin meer om met jou op te nemen. Je bent maar gewoon aan het gebruiken. Ik ben eerlijk, man. Ik hou wel van je. Dat maakt niet uit. Hey, even kijken. Oh, ik heb hier mijn pickaxe. Ik was hem al kwijt. Wat is nieuw, Kai? Wat in de wereld van Kai? Ja. Wat is in jouw wereld nieuw? Nou, wat heel erg nieuw is in mijn wereld qua YouTube, is dat ik heel veel stream tegenwoordig. Meer dan eigenlijk YouTube. Met YouTube films ben ik een beetje aan het slacken, hoewel ik wel nu natuurlijk CommunityCraft aan het opnemen ben met David. Maar ik livestream echt zoveel tegenwoordig. Godverdomme! Er is gewoon helemaal geen enkele source aan te vinden. Ga vertel verder. Ja, ik heb zoveel plezier in livestreamen. Je kan wel vast wel aan mij relateren, als ik dat goed zeg. Ik snap je punt. Het is echt zo leuk. En Twitch, dat werkt zo ongelooflijk chill. En ik krijg nu wat meer kijkers, omdat ik elke keer een video aankondig op YouTube als ik ga streamen. Ja. En dat maakt het allemaal zoveel leuker. Dus dat doe ik heel veel tegenwoordig. Dus ik moet even gaan mailen naar Twitch. Dat heb je nu dus publiekelijk gezegd, dus nou kan ik er niet meer onderuit. Dat wou je zeggen. Ja, zoiets. Inderdaad. Want het is toch ook chill als jij streamen zo leuk vindt, dat je dan gewoon daar dan wat geld aan kan verdienen, zeg maar. Klopt. En daar ben ik nu heel druk mee bezig. Ja, niet dat alles om geld draait, maar je bent er toch echt uren mee bezig. En ja, weet je. Vooral livestreams, man. Ik doe livestreams, dat doe je niet. Een videootje van een kwartiertje, dat ben je toch al meestal minstens 2 uur aan het streamen of zo. En wat stream je zoal? Want kijk, mochten mensen nou willen, ik zet dan bij deze jouw YouTube-link. Steve, a.k.a. Kai, zet ik even in de beschrijving. Maar dan doe ik ook gelijk even... Godverdomme, weer geen soulset. Ik word hier scheidsziek van. Dit kan niet hier spannen, man. Dat heeft iemand hier geplaatst. Ik zie daar links onder SoulSense. Ja. Waar? Okay. Ja, ik zie... Oh ja, klopt. Ik pas zie op voor de gas trouwens. Wat hoor ik? Ja. Oh my god, dat is het engste geluid dat ik ooit heb gehoord. Niet overdrijven. Maar, we hadden Twitch. Ik zet die dan ook wel even in de beschrijving, ja? Ja, is cool. Maar wat stream je daar, voordat mensen er massaal op moeten gaan checken? Ja, ik stream voor het meeste geval DayZ en Rust. Rust is echt de nieuwe game die ik echt heel veel stream. En DayZ vind ik ook gewoon heel vet. Daarnaast League of Legends en soms een beetje Counter-Strike. Maar wat is Rust dan? Ja, ken je Rust niet? Nee, man. Rust is de mix tussen Minecraft en DayZ. Het is gewoon survival met zombies. Met Minecraft elementen zoals crafting systeem. Dus je kan huisjes bouwen en zo. Het is zo vet, man. Je zit met 250 man in een server. En het is heel veel, mensen gaan heel veel roleplayen daardoor. Oh ja. God, kijk uit. Ik hoor hem. Hij schiet wel. Ik ga dat ding slopen, mag dat? Ja, voor mij wel. Ik ga alleen even naar beneden. Ik ben er zat van. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar oké, dus Rust zei je. Ja. Oké, doe je ook wel eens een keer iets met Minecraft? Of doe je een keer ook echt met iets met DayZ? Of is het gewoon echt rust, rust, rust? Nee, DayZ heel veel. En ik heb de laatste tijd heb ik ook best wel veel CommunityCraft tussendoor zien gaan streamen. Dus tussen mijn streams door. Kijk, weet je wat er met mij is en wat altijd met mijn YouTube-kanaal belangrijk is gebleven voor mij? Is dat ik doe wat ik leuk vind. En als ik er geen plezier in heb, dan doe ik het niet. Hoe lullig dat ook klinkt. Nee, dat is wel logisch. Dat is heel logisch. Ik doe ook echt alleen maar dingen die ik leuk vind. Trouwens, raak mij niet kwijt, hè? Ja, ik ben je kwijt. Nee, ik zie je lopen. Waar? Ja, ik sta hier. Oh, je hebt hem! Ik heb dat ding dood. What the fuck? Zag je dat? Zonder pijl en boog. One shot kill, jongen. Like a boss. Holy shit. Ik heb trouwens ook even die video teruggekeken van Project D. Voor de mensen die het niet weten, Kai die heeft laatst meegedaan aan Project D. Dat is eigenlijk niks anders dan een soort PvP arena battle waar ook Wie is de Mol gedaan wordt. En jij was best goed, zag ik zo. Nou ja, ik had een tactics, jongen. Ja, je had gewoon 2 versus 1 heb je gewoon gewonnen. En één van die gasten had nog betere gear ook. Voor mij Joris.
Nou, ik kwam eerst tegen Pieter en Midnand te staan inderdaad, die killde ik 2v1 en daarna kwam Joris met betere gear en die own ik ook nog. Godverdomme, weer zo'n beest. Dan is dat Nodus toch ergens goed voor, hè? Ja, I know right. Nodus, fucking chill programma jongens, download. Jongens, dit is hartstikke sarcastisch. Voor het geval dat jullie denken dat we het serieus menen. Ja, echt hè? Ja, je hebt ze erbij. Die denken, ah, je weet echt Nodus, oh mijn god. David, kom eens hier, hè. Ik heb hier nog meer Soul Sand voor je. Ja, maar ik heb, Oké, kom eraan. Waar heb je Soul Sand? Hier zo ligt een paar. Oh ja, hier. Ik zie het. Nice. En hier zo en daarboven ook nog. Ik ga het pakken. Hey, dat ding dat is echt heel irritant. Ik merk het, ja. Beter schiet hij niet op mij. Dat zou echt heel fucked up zijn. Ik leid hem af. Ik zie het. Daar ben je goed in. Mijn god. Jongen, echt. Als het aankomt op... Ja, oké. Okay. Blijf bezig. Ik ben heel hard bezig met hakken momenteel. I got this. Dus doe je ding, Kai. Ontwijk. Ja, ik dodge je skillshot. Ja, is goed. Ik ben druk bezig met hakken. Ik zie het, David. Hey, zal ik anders even jou gaan pakken? Nee, okay, ik zal wel even verder gaan. Ik denk, hoe lang duurt het voordat hij doorreed? Maar ja, redelijk snel. Ik heb genoeg souls aan, dus laten we als het donder weggaan. Is goed. Au. Heb jij genoeg bloks bij je om hier omhoog te klimmen? Ja, ik heb heel veel dirt. Ah, is goed. Oh, dat beest, dat gaat me zo... Godver... Ja, oké, dat was te verwachten. Ja, maar dat is toch raar, want hij mikt toch op... Nou ja, whatever. Ja, hij heeft toch... je zou zeggen dat hij delayed fire heeft. Dat hij schiet op jou waar je staat en niet... En dan ga je naar boven toe. En dan moet het daaronder komen, toch? Hij heeft gewoon een aimbot. Ja, een motherfucking aimbot. Logisch. Dat ding is wel echt heel creepy, moet ik eerlijk zeggen. Wow! Hey! Wat gebeurt er? Kijk eens hier wat hier is. Ik kijk... what the fuck is pak dat? Pak hem, ja pak hem! Ja, ik pak hem. Ik ga weg. Wat is dat? Ja, weet ik niet, pak hem. Ik sta aan de fik, ouwe. Ja, maar heb je hem? Ja, ik heb hem, ik pak hem. Die kleintjes wel, dan kan oh ik... Oh god, what the fuck, Die ding is zo teringsterk. Nee, het is dat ding wat... Maar heb je een magma cream gevonden? Heb eentje. Gedropt? Beter, kom, we gaan. Rusje. Oké, ik heb dat ding nog nooit in mijn leven gezien. Deze Kai die pakt gewoon eerst dus zo'n... Ghast. Heb je ook een teer van dat beest? Nee. Ah. Je hoeft niet te overdrijven met mijn PvP skills. Kijk, ik heb hem. Huh, wat is dat? Dat is een ghast teer, die krijg je als je een ghast doodt. Die zijn fucking zeldzaam. Ja? Nou ja, behoorlijk ja. Ik wil je wegwezen, David. Ja, kom. Weet je de weg nog terug? Ja. Wat gebeurt als ik dit ding aanval? Niet doen! Oh, val je hem echt aan? Ik heb hem doodgemaakt. Oké, dan weet je dat elke Pikmin die we nou tegenkomen jou dood wil hebben. Meen je dat? Zeg maar, ja. Oh my god, heb je eten voor mij? Want ik ben bijna dood. Ja. Goed plan trouwens, even wat te eten. Oké, zo. Maar ik ben al zelf een redelijke PvP noob. Maar kun jij eens uitleggen wat dat inhoudt met die PvP tactics? Want sommige mensen kunnen mij veel vaker raken dan dat ik hun kan raken. Ja, ik weet een heel klein beetje over. Kijk, Minecraft is niet een competitief spel. Dus het is echt niet dat je kan beter zijn dan anderen in PvP. Maar het is niet dat je echt dikke skills hebt. Maar waarom is iemand beter in PvP? Wat doen ze dan? Ik weet dat er een paar strategieën zijn met blokhitten. Dus dat is dat je slaat en meteen blokt daarna. En als je blokt, dan krijg je natuurlijk minder damage. Dus daar kan je in battle heel makkelijk mee winnen. Ja. In de opnames van Project The Arena had ik Swiftness Potions. En ik vind Swiftness van alle potions de sterkste potions in PvP. Meer als die Strength? Want dan krijg je 260 attack damage of zo. Ja, Strength is heel sterk natuurlijk. Maar ja, ik weet niet, Swiftness is gewoon... Kijk, heel veel mensen die gaan automatisch denken met de nieuwe patch van Minecraft, die er al heel lang is, dat je eigenlijk alleen maar moet critten. Dus iedereen loopt de hele tijd te slaan. Ja. Maar wat weinig mensen weten is, als jij rent, dus sprint, en je slaat iemand, en hij staat op een open terrein, dus dat hij achteruit schiet, niet tegen een muur aan. Ja. En je hebt een Swiftness Potion, en jij slaat iemand achter elkaar, dat je echt die goede, je hebt die vibe, heb je te ja, pakken. Ja, dan sta je nooit stil. Dan staat die ander nooit stil, dus dan kunnen ze nooit, ja, dan ga je snel dood, wou je zeggen. Maar ze raken jou niet, omdat zij de hele tijd achteruit vliegen en springen en shit, want ze blijven meestal ook springen om die crits te krijgen. Ja. Ze kunnen jou niet slaan dan, dus dan kan je ze gewoon in één keer achter elkaar doormappen. En dat is wat er bij Joris gebeurde. Dat is best slim. Oké. En met Swiftness gaat dat nog 10 keer makkelijker. Nou, dat zijn die van die kleine dingetjes, weet je. Sowieso is het al iets heel kleins om beter te worden in PvP dan anderen. Dus als je bijna dood bent en je gaat rennen,
zoals voor David in Project the Arena, is om te streven. Zodat hij je niet makkelijk kan raken. Of met een boog dat je gaat streven. Dat betekent naar links en naar rechts lopen. Maar, ja, maar ik moest ook zeggen dat ik een klein beetje ook voor de show deed natuurlijk. Want ik had natuurlijk die dikke vette wand. Maar jij had me op een gegeven moment wel bijna ook echt legit, zeg maar. Dat ik denk van, kut, nou moet ik die Empire Wand gebruiken, anders ga ik gewoon godverdomme dood. Ja, nee, ik kon niet bij je komen. En toen ging ik je lopen uitdagen. Ja, dat was niet zo handig. Nee, en voor de mensen die het niet weten, is in die opname zit ik random bij twee gasten gewoon op Skype. En die aflevering zat ik net bij Kai. Dus ik hoorde die vuile hond gewoon van, ah, ja, kom maar dan, pak me dan David. En dat hoorde ik dus al die tijd. Dus ik zat er echt zo, godverdomme Kai, god, wil je nou echt serieus? Dat ik, oké, Kai. Ja, dat was wel grappig op zich, ja. Ja, dat was leuk. Ik zat echt te zeggen van, oh, godverdomme, hij gaat wegrennen. Oh, hij is bang. Oh, arme David. Ja, dat was gewoon echt vies hard, gewoon dik teasen wat je deed daar. Oké, nou, ik heb SoulSand. En die ga ik hier neerdonderen. En jij zegt dus dat ik die Nether Wards hier gewoon in kan dumpen. Ja, plenty shit, bro. Volgens mij moet je wel genoeg licht hebben, anders gaat het niet groeien. Maar... Nee, juist niet, toch? Oh, niet? Ik zie die wards altijd fucking donker. Oh, misschien is dat omdat het duister shit is of zo. Kan je die Nether Wards, kan je die erin planten? Oh, dat weet ik trouwens niet hoor. Ik ook niet. Nou, probeer het. Oh! Nice! Oké, maar yeah, dit is het begin. Ze zien er echt uit als manga porno dingen. Ja, het ziet eruit als zo'n... Oh, als je hier een anime meisje neer zou zetten. Zo'n getekend meisje. Die zouden helemaal en zo... Ah! De tentakels uit de grond. Oh, hou maar op, Kai. Ja, anime. Dan weet je wat, doen we één fakkel. Ik heb er een fakkel bij. Vind je het mooi? Prachtig. Nou, dit is mijn Nether Ward Farm. Ik heb geen flauw idee. Oké, maar en nu? Want dit zijn dus 5 blokken bij 4. Dus dat zijn 20 dingen die hierin staan, ja? Ja. Maar als ik ze farm, heb ik gewoon 20 van die klote dingen toch? Of ben ik nou gek? Nee, want als ze volgroeid zijn, dan krijg je er volgens mij minstens 2 of 3 uit. Oh... Okay. Denk ik. Jongen, ik ben... Wat de fuck vraag je allemaal, man? Ik ben geen Minecraft-expert. Ik ook niet, maar wat ik wel heb... Moet je eens kijken wat ik allemaal gebrewd heb afgelopen dagen. Kijk wat ik allemaal gemaakt heb. Ik heb Potion of Strength 2, Fire Resistance, Potion of Regeneration, Potion of Weakness, Potion of Healing en een Potion of Swiftness. Oh, die vind ik wat voor jou. Die krijg jij van mij. Wat, een Potion of Swiftness? Ja. Mag ik daar mensen mee killen of niet? Even kijken, wie is online? Rick. Nee, Rick vindt dat niet leuk. Maar als je nou bijvoorbeeld, Edwin of Wesco of zo er is, dan moet je dat gewoon doen. Ja, dat is van jou, man. Ja, maar eigenlijk moeten we dan wel even een OP setje gaan maken voor jou. Ja, echt hè? Nou, ik kan ze zo ook al dood krijgen hoor, no problem. Nee, maar, ja, is dat zo? Want sommigen hebben full enchanted diamond armor, hè? Oh god. Nou, dat weet ik niet. Heb je wel eens diamonds? Heb je wel eens gehakt? Is je huis al klaar? Heb je al... Nou, ik heb nog helemaal niet gehakt. Mijn huis is bijna klaar. Ik heb genoeg glas, black glass. En ik heb mooie stenen en shit en dat klei. Dus ik ben in de range om het af te maken. Maar dan moet ik wel eerst even door de rolstunnel heen penetreren. Ik denk dat jij dat heel goed gaat doen. Maar even kijken, ik heb hier nog... Ik heb light blue stained clay. Moest je die nog hebben? Weet ik niet. Wat lag er ook weer in mijn huis? Dat is jouw huis. Ja, jij hebt het gelegd. Maar in deze kist in ieder geval, daar zitten allemaal kleurtjes. Ja. Nou, dan gaan we straks wel even kijken bij mijn huis. Ja, lijkt me een goed plan. Wat hoor ik daar? Is dat je dat kat? Is mijn mama. Oh, wat zegt ze? Weet ik niet. Ze zit schreeuwen naar de hond of zo. Iets in die richting. Oké. Nou, ik ben blij dat jij mij geadviseerd hebt hoe we de Nether Wards kunnen plaatsen. Ik vind het echt heel erg geweldig. Nou, de volgende keer leer ik je even wat PvP skills, Noob. Ja, is goed. Dan ga ik een setje maken. En dan mag jij tegen mij PvP'en. Ja, cool. Oké. Nou jongens, dat was alweer deze aflevering. Waarin ik toch met Kai weer even iets heel belangrijks heb gedaan. Want als ik verder wil gaan met brewen, dan kan ik natuurlijk niet steeds hetzelfde stekje Nether Wards hebben. Dat moet op een of andere manier, je moet daar een farm van komen. Ik hoop dat het gaat groeien. We zullen het in de volgende aflevering zien. Kai heeft dus een Twitch. Check die even, want Kai streamt heel veel. Dat vindt hij leuk. Yeah. Eigenlijk, bro. Dat klinkt net als dat je zegt, yeah, nigga. Yeah, nigga. Oh, what's up, bitch? Yeah. Oh. Ja, inderdaad. En dan moet je gelijk zo'n rapmuziekje erbij doen. En dat was kan het je, weer. Kan je rappen? Oh, sorry. Ja, dat kan ik. Ja, ik geef je een beat. Dan ga jij een mooie outro doen, ja? Ja. Oké, let op. Poftje, kruts. Hallo?
Wat, jij ging toch rappen en de beat doen? Nee, jij ging rappen, oh. Ik deed de beat. Oké, maar dan doe ik de beat wel, ja? Oh god. Ben je klaar voor? Oh man, this reverse psychology. Oké, got this. Oké, als je klaar voor bent voor de beat, dan go. Het is een soort, het is iets heel speciaals. Dat heb je nog nooit van mij gehoord. Go. Yo. Oké, go. Hallo, David? Ja? Ben je klaar voor? Gooi een beat dan. Gooi een beat. Wat? Nee, jij moet een beat gooien. Hè? Wat gebeurt er? Ik heb hier rapper in huis, ouwe. Oh my god. Oh, ik moet een beat gooien. Oké. Ik kan maar één beat, man. Oké. Yo, ik ben David. Minecraft is dik. Ik ben David en ik heb een grote... Oh, we zijn in mijn... verder gaan. We zijn in Minecraft aan het spelen. We zijn mensen aan het ownen. Ik heb geen lucht meer, in man. In Minecraft zijn heel veel bomen. Ik hou van bruine bonen. YOLO. Nice. Nou, dat was mooi, hè? Dat is, even kijken, mijn nieuwe Mattie. Oké. Weet je wie dat is? Ik herkende zijn stem niet, man. Dat is Vince. Die is even stage aan het lopen bij DDG. De komende, 4 maanden of zo. What the fuck, real? Ja, dat maakt serieus. Oké, cool. Aangenaam, Vince. Je kan niet rappen, though. Je kan niet rappen, bro. Dat was ook de bedoeling. Ik zette hem ook echt voor die microfoon. Hij wist niet eens wat er moest gebeuren. Hij hoorde een beat en hij denkt, oh. Oh, het lag aan de beat, zegt hij. Kai, oh, shots fired. Kai, you suck. In de volgende aflevering doen we een rematch. Ja, hij wil een remake in de volgende aflevering. Nou, jongen. Jongens, dit was mijn aflevering Community Craft voor deze keer. Waarin wij dus net awards geplaatst hebben. Ik heb ook even laten zien. Ik heb het aan het begin van de aflevering laten zien. Nou, nog een keer. Wat er gebeurt. Kai, kom ook eens even naar de bovenste verdieping. Bij 10.000 likes na één dag ga ik een Skype call met jullie doen. De vorige was dus 9.000. Dus ik doe geen Skype call deze keer. Maar misschien... morgen of overmorgen wel weer. Ligt aan jullie. Nou, ook dit. 50.000 views op 2 video's van Community Craft. Dan doe ik een Minecraft account. Voor deze week is het al gehaald. Dus gefeliciteerd. En deze, Kai, wat vind je hiervan? Gaan we dit ooit halen? Tuurlijk. Halen we maandenlang 100.000 views en 15.000 likes? Dan ga ik 5 gasten op DDGRQ. Fucking vet game. Oh, waar ben je? Oh, daar. Ben ik ook uitgenodigd dan? Als ik ben uitgenodigd, dan gaat het lukken. Maar dan ben jij niet een van die 5. Dan kom jij gewoon sowieso. Oké, deal. Nou, wie wil er nou niet chillen met Kai en David? Ik zou zeggen, check even de stream van Kai op Twitch. En zijn YouTube-kanaal Steez, a.k.a. Kai. En Kai spreekt het eens even netjes uit, want ik maak er altijd een potje van. Steez, a.k.a. Kai. Ja, prachtig. En bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Ciao. Ciao.